Het uitvoeringsplan Welzijn Next Level, dat klinkt hartstikke mooi. Wat houdt het precies in? Betekent dat vier partijen in Tiel, de SCMR, MEE, Mozaïek en Dynamiek, de handen in elkaar slaan om samen vorm te geven aan welzijnswerk in Tiel voor de komende 3 jaar. Dat deden ze al, maar nu dus gezamenlijk. Heeft dat met geld te maken? Dat hebben ze ieder apart gedaan de afgelopen jaren. Heeft op zich niks met geld te maken, want men houdt de budgetten, die vegen we bij elkaar op een hoop. Daar wordt niet op gekort de komende 3 jaar. Maar we hopen echt natuurlijk dat door die samenwerking we gewoon meer welzijnswerk krijgen voor het geld wat we er ieder apart insteken. Oftewel, het geld wordt beter besteed. Althans, dat is de hoop. Yes. Het is goed om dat wel te benadrukken. Dat dit een proces is van inmiddels nu 2 jaar. Waarin we het eerste jaar met elkaar benut hebben om met alle partners in het veld te praten. Om te vragen van onderop op te halen. Van waar de behoefte is aan welzijn. En hoe we dat kunnen vernieuwen. Dat heeft uiteindelijk uitgemond in een kadernotitie. Een kadernotitie die in de Raad unaniem is vastgesteld eind vorig jaar. Ik meen uit mijn hoofd november. En in die kadernotitie zijn een aantal dingen meegegeven door de Raad. Namelijk, ga werken aan een meerjarig programma. Beperk het niet tot een jaar. Transformatie duurt lang. Partijen moeten ook investeren, moeten de bakens verzetten. Dus 1, dat proces duurt langer. En 2, moeten ze ook de ruimte en het vertrouwen hebben om daarin te kunnen groeien. Dat is 1, dat is in die kadernota duidelijk aangegeven. 2e is, integreer Mozaïek en Dynamiek bij elkaar. En dat daar ook juist de winst zit in klantgroep 4. Klantgroep 4 wordt niet door werkzaak bediend, wel door Dynamiek. En we willen juist welzijn verbreden, het oude welzijn zoals we dat kennen, verbreden, zodat ook veel meer partijen aan de slag gaan met doelgroep 4. Zodat er een grotere uitstroom kan plaatsvinden van mensen die in doelgroep 4 zitten. Dat veel meer mensen geactiveerd worden om deel te nemen, niet alleen aan de arbeidsmarkt, want activeren is veel breder. Dat is ook gewoon weer vertrouwen krijgen in je eigen kwaliteiten en daarin kunnen groeien met scholing en ga zo maar door. Eigenlijk wat dat stukje wat in het amendement ook oproept. Dat willen we dus veel meer verbreden, dat veel meer organisaties daarmee ook daadwerkelijk aan de gang gaan. Dat is eigenlijk welzijn next level. In de raadsvergadering is er gesproken over het geluksbudget. Wat is dat precies? Ja, we hebben een motie ingediend om geluksgericht te gaan werken. En dat geldt dan met name voor de groep chronisch zieken en gehandicapten met weinig financiële armslag. Die dreigen gauw in een sociaal isolement te raken. En vaak wordt nu alleen naar het medische gekeken, maar je kunt ook heel goed kijken naar, geef ze een stukje zingeving, dus een stimulans om toch mee te doen, hun passie na te volgen. De mensen kunnen dan met een stuk geluksbudget, zoals we dat noemen, invulling geven aan wat ze graag doen. Dan worden ze door gestimuleerd door bijvoorbeeld mensen van een welzijnsorganisatie. Dat moeten we nog verder gaan ontwikkelen. Maar er zijn al hele goede voorbeelden van in het land. Bij 16 gemeenten is het nu ingevoerd. Er is zelfs onderzoek gedaan dat de kosten daardoor van medicijnen omlaag kunnen. Dat is 23%. En het welbevinden van de mensen met 40% omhoog is gegaan. Tot nu toe is daar dus nog geen budget voor, maar kun je voorbeelden noemen? Nou, er is in die zin budget voor eenmalig, omdat er nu voor de tegemoetkomingen, voor de meerkostenregeling, chronisch zieken en gehandicapten geld over is, omdat daar minder gebruik van is gemaakt dan verwacht. Verder zou het eventueel met de uitwerking van het minibarbeleid verder kunnen, maar daar moet nog overleg over plaatsvinden met bijvoorbeeld de cliëntenraad, hoe zij dat ook voor zich zien. Mensen kunnen dat naar eigen goedvinden dan invullen? Ja, er worden misschien wel voorwaarden aangesteld, maar het is echt puur het idee dat mensen zelf een plan maken, met een natuurlijk wel vastgesteld budget, en zelf een plan maken van waar zou ik nou graag wat meer aandacht aan besteden. Er zijn voorbeelden van mensen die zijn gaan vissen, mensen die zijn gaan saxofoon spelen, er is iemand coach geworden van een voetbalclub. Dat kan hele diverse redenen hebben. Gaat dat in 2017 al in?
Nou, de wethouder gaat nu eerst onderzoek doen van hoe het kan vorm gaan geven met voorbeelden uit het land. Dan wordt het weer een voorstel naar de raad. Want het mooiste is natuurlijk als je iets uitrolt dat je dat ook voor langere tijd kunt gaan doen. Dus daar moet ook budget voor zijn. Dus er moet wel eventjes goed over worden nagedacht hoe je dat echt vorm gaat geven. Dus we hopen dat wel in de loop van het jaar en voor het zomer een concreet beeld bij te hebben. Dat het inderdaad in 2017 meegenomen kan worden. Je hebt te maken met een totaal budget. Maar je moet ook nog bepalen van en voor hoeveel mensen, welk bedrag je uit wil gaan keren, de onderhoudskosten. En al die dingen bij elkaar geeft de mogelijkheid en de haalbaarheid weer als je het wil koppelen aan iets wat over is. Waarbij ik wel wil zeggen ook van om op te passen dat we niet alle plussen alweer gaan weggeven. Want er zitten natuurlijk ook min aan te komen in de toekomst. En dat moet ook in balans zijn. Dus ik heb zelf behoefte aan om het beter in beeld te hebben voordat ik hier in hoeraastemming mee sta te juichen. Het college stelt voor met een concreet voorstel, steunt de inhoudelijke lijn. Maar het college stelt voor een concreet voorstel voor de wijze van uitvoering bij u terug te komen. Wij hebben als Tielse Binnenstadvereniging natuurlijk kennis genomen van het feit dat u als raad heeft besloten om zodra de Westluiderse Poort open is en open gaat, om de parkeervergunningen, zeg maar, en de situatie hier in de binnenstad betaald parkeren van 6 tot 10 ook nog te doen. Wij hebben gemeend als Tielse Binnenstadvereniging, omdat dat proces door u is bewerkstelligd en ook aangegaan is, hebben wij gezegd, nou, dat is eigenlijk voor de binnenstadbewoners, maar ook voor de ondernemers en zeker voor de horeca dramatisch. Onze vraag is of u als raad uw besluit zou willen heroverwegen. En daar zijn wij bereid natuurlijk om daar voorstellen in te doen en samen met andere partijen, ondernemers, maar ook de ambtelijke organisatie. Want u kunt zichzelf dat ook wel voorstellen, ik ben dat zelf ook. Als ik ergens naartoe ga en het is 10 meter verderop gratis parkeren, ga ik daar natuurlijk staan. Dus ik kan me wel voorstellen dat het logisch is om te zeggen van ja, we willen het allemaal in de parkeergarage de auto's hebben en niet vlakbij in de binnenstad. Ik zou dat zelf ook doen, zou dan ook op die plaats gaan staan. Dus ik zou eigenlijk ook kunnen voorstellen dat u zegt, en dat doet de Den Bosch bijvoorbeeld ook al, die heeft ook een prachtige parkeergarage. Dat betekent dat je hier bijvoorbeeld in de binnenstad gewoon alleen maar niet betaald parkeren hebt, maar vergunningshoudersplaatsen alleen. U bent dan altijd af, of wij zijn dan altijd af van het feit dat er hier geparkeerd wordt en ze zijn dan gedwongen om de WLP of op de andere poorten te gaan staan. En er zijn plaatsen zat dan voor zowel ondernemer als binnenstad met eventueel ook daar nog bij, zeg maar schrap, kenteken plus parkeren plus blanco en eventueel een bezoekerskaart voor een kraskaart voor 1 euro bij wijze van spreken. In Den Bosch rekenen ze maar 50 cent. Even voor de het protocol. Stelt u nu de vraag aan de raad of aan het college? De gemeenteraad heeft een beslissing genomen, zoals ook het verwoord in de brief die geschreven is namens de Tielse Binnenstadvereniging. Dat betekent, als de raad, mijns inziens is dat zo, maar ik ben ook niet helemaal ingewerkt natuurlijk wat dat betreft, u heeft die beslissing genomen, dus in feite zou u hem ook moeten kunnen heroverwegen. Dus ik stel die vraag dus aan de raad, bent u bereid om zeg maar dit nog een keer te bespreken in een commissie? Commissie Ruimte in dit geval, denk ik dan, om te bespreken van de mogelijkheid van voor de binnenstadsbewoners en de ondernemers en de ambtelijke organisatie, want uiteraard moeten exploitatiekosten moeten er toch uit, hè, niet waar? Dus om dat dan goed te laten verlopen, zodat het ieder tevreden is. Dank u wel. Dus ik vraag het aan de raad. Misschien is het goed om nog even te melden, voordat de andere vragen over zijn. Ik heb van de wethouder begrepen dat sowieso dit onderwerp in de commissie van februari, commissie Ruimte, aan de orde komt. Omdat ook bij het vigerende besluit er nog een wijziging nodig is van de parkeerverordening. Dus die komt sowieso aan de orde, daarmee dit onderwerp dus ook. Dus denk ik goed voor u om even te weten.
verklaring omtrent gedrag. Die motie die is ingediend door de PvdA, door jouw persoon, Dave Verbeek. Waarom? Nou, omdatgene wat wij heel snel zagen is, er zijn heel veel mensen die werken als vrijwilliger met kwetsbare doelgroepen. En die vrijwilligers kunnen gratis een verklaring omtrent gedrag aanvragen. Dus er wordt er gecontroleerd of zij geen dingen in het verleden hebben gedaan waardoor zij in de toekomst maar beter even niet met een aantal doelgroepen kunnen werken. Voor een aantal vrijwilligersorganisaties kan dat. Hè. Als je werkt met jongeren, als je werkt met verstandelijk gehandicapten. Maar als je werkt met ouderen, als je werkt met mensen met een psychiatrische stoornis. Of als je met mensen werkt die een fysieke beperking hebben. Ja, dan is die VOG niet gratis. En dan is het dus een extra drempel om te controleren of die vrijwilligers die met die mensen aan het werk zijn. Ja, of die wel betrouwbaar zijn, of dat wel goed gaat. En wij vinden dat is verkeerd. Het is belangrijk dat die mensen ook gewoon gratis een VOG kunnen opvragen. Of dat dat in ieder geval via die organisaties geregeld kan worden. Zodat we in ieder geval zeker weten dat er geen rare dingen kunnen gebeuren. Of dat we in ieder geval al het mogelijke hebben gedaan om ervoor te zorgen dat die kwetsbare doelgroepen op een goede manier door vrijwilligers geholpen kunnen worden. Raadsbreed aangenomen, tevreden man? Ja, ontzettend tevreden mee. Het is uiteindelijk iets waar de staatssecretaris van Justitie mee aan de gang zou moeten gaan. Het is een rijksregeling, maar er zijn heel veel gemeenten in Nederland die hem hebben opgeroepen om dit te gaan doen. En ik ben heel erg blij dat Tiel daar ook eentje van is. En ik ben ook heel erg blij dat alle partijen in de Tielse Raad het daarmee eens zijn. Ook nieuws over de West-Luidense Poort. Dat gaat voortvarend, de bouw. Nou ja, het werk vordert gestaag. Ik heb deze week ook een kijkje op de bouw mogen nemen. Dan zie je ook al echt hoe het eruit komt te zien. Men is druk bezig met het intekenen van de parkeervakken in de parkeergarage. En de ruimtes voor de plantage en de bibliotheek verder aan het inrichten. Dus ja, het werk vordert gestaag. Er was nog een geschilletje van de 5 miljoen met die bouwer. Die heeft dat uiteindelijk weer niet doorgezet. Een beetje trekken met elkaar. Jullie zijn daarover in een gesprek geweest. Wat is eruit gekomen? Kun je daar iets over vertellen? Een gesprek heeft nog geen plaats gevonden, dus dat wachten we verder af. Oké, de parkeergarage aan zich, die ligt op schema, hè? Eind maart open? De planning is dat in januari, februari de bouwer het aan de gemeente als het ware overdraagt. Dan hebben wij ook nog tijd nodig om de boel in te richten. En dat betekent dat in het voorjaar, en we houden de tijd nog even ruim, hè, want anders creëer je ook allerlei verwachtingen. Dus het moet echt goed gepind staan, maar in het voorjaar kan er geparkeerd worden in de parkeergarage. Een trotse wethouder. Zeker. Burgemeester Beenakker, onder andere belast met de portefeuille veiligheid. En als belast wellicht het verkeerde woord. Maar het gaat goed in Tiel, hè, als het gaat om veiligheid. Het gaat een stuk beter dan de afgelopen jaren. Veel cijfers gaan de goede kant op. Zoals bijvoorbeeld de woningen inbraken. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Er zijn heel veel punten die ook gewoon aandacht blijven vragen. En dat doen we ook. Daar hebben we onlangs weer het uitvoeringsplan veiligheid vastgesteld voor 2017. Daar blijven de woninginbraken een belangrijke prioriteit. Daar blijft de jeugdoverlast een belangrijke prioriteit. En we hebben nu een prioriteit toegevoegd. En dat is de problematiek van de huisvesting rondom arbeidsmigranten. Daarvan zien we dat de overlast toeneemt. Dat we ook een aantal huisvestingssituaties tegenkomen die echt ongewenst zijn. En daar gaan we mee aan de slag. En daar gaan we natuurlijk ook zoveel mogelijk samen met de uitzendorganisaties oppakken. Betekent dus dat het inzichtelijk wordt gemaakt? We gaan het inzichtelijk maken, wat de problematiek in Tiel is. En we gaan handhaven als dat nodig is. Strak in handhaven. En we gaan gezamenlijk met alle partijen kijken hoe we zo goed mogelijk de arbeidsmigranten die hier natuurlijk gewoon mogen zijn om te werken, huisvesting kunnen bieden. Ook dit jaar voorzitter geworden van de regio Rivierenland. Een nieuwe koers ingeslagen, als we dat zo mogen zeggen. En dat gaat goed. Ja, we hebben echt swing in, als ik het in goed Nederlands mag zeggen. We hebben ons gepositioneerd als Fruit Delta Rivierenland. We gaan het uitvoeringsprogramma van de regio gaan we onder de triple helix, dus samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid, gaan we uitvoeren, ook onder de titel Fruit Delta Rivierenland. Ik merk ook dat dat goed al aanslaat bij de partijen, ook zoals bij de provincie. We zijn goed met de provincie in gesprek over de aansluiting bij de gebiedsopgave Gelderse Corridor. En we zijn heel belangrijk, en daar lopen we echt mee voor op in Gelderland, met het oprichten van het investeringsfonds, regionaal investeringsfonds.
Alle gemeenten hebben al geld vrijgemaakt in de begroting 2017, soms zelfs al voor meerdere jaren, voor €3 per inwoner. En daar gaan we een investeringsfonds, aanjaagfonds voor inrichten voor het stimuleren van nieuwe initiatieven. Zoals dat al heel succesvol is in de Eindhovense regio, in Brainpoort. We richten daar een economic board op, met deskundigen die een heel groot netwerk hebben vanuit de verschillende geledingen. En daar gaan we eind januari mee starten. En ook middel zit in de lift. Klopt, draait ook heel goed. Natuurlijk fantastisch mooi bedrijventerrein. En we gaan als hele regio, gaat het eigenlijk gewoon heel erg goed. En we zijn ook blij dat we met die focus op 3 duidelijke speerpunten, agribusiness, economie, logistiek, recreatie en toerisme, dat we met elkaar ook echt de focus hebben waar we ons op willen richten. Toch zei Cornille, de commissaris van de Koning, maak een keuze. Ja, die hebben we dus gemaakt. We doen het met z'n tienen. We doen het met de focus op die 3 speerpunten. En, heel belangrijk, we willen er ook zelf in investeren via het investeringsfonds. Oud en nieuw, dat komt eraan. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen tot nu toe? Ja, we hebben een werkgroep die daarmee bezig is. Dus dat betekent dat we, zoals gebruikelijk elk jaar, ook de bakken afsluiten. Dat we extra handjes en oogjes hebben in de straat via de politie en de BOA's van de AVRI. Dat betekent dat we goede afspraken hebben met de Molukse vereniging, met de Marokkaanse vereniging die activiteiten organiseren op die avond. En vanzelfsprekend hebben we natuurlijk afspraken met onze hulpdiensten. Ik ga er daarmee van uit dat alles goed weer gaat verlopen. De afgelopen jaren is oud en nieuw in Tiel heel prettig en sfeervol verlopen. Met 1 minpuntje, en dat moet mij wel van het hart, is dat we ook de afgelopen jaren veel vernielingen hebben gehad. Schade aan gemeentelijke eigendommen en particuliere eigendommen. Dat moet echt minder. Dat wordt echt veroorzaakt ook door het zware vuurwerk. Ik heb ook een brief gestuurd aan de ouders van 12-jarigen. Dat het toch de jeugd is die een beetje begint echt met vuurwerk. Even een waarschuwing gegeven. Goh, hartstikke leuk het vuurwerk. Met oud en nieuw hoort erbij. Maar koop vooral het legale vuurwerk. En niet het illegale vuurwerk via internet of in het buitenland. Daar zit echt heel gevaarlijk zwaar vuurwerk bij. Enorm gevaarlijk voor de kinderen om daarmee om te gaan. En helaas brengt het ook heel veel schade aan onze eigendommen. En dat willen we niet, want het kost de samenleving heel veel geld. En dat is jammer, want dat besteden we liever ergens anders aan. Tot slot, u hebt vast nog wel een boodschap voor onze kijkers. Ja, ik wil u natuurlijk van harte hele mooie feestdagen toewensen. Met uw dierbaren en vrienden. Kerst en oud en nieuw is ook een tijd van bezinning, van terugkijken. Even gas terugnemen. Neem die rust ook allemaal. En dan ga ik ervan uit dat we weer met elkaar een prachtig nieuw jaar ingaan, 2017. Dus hebben we hele mooie klussen ook te doen vanuit ons als gemeente. En ik zou in ieder geval ook willen oproepen, er is natuurlijk best wel wat in de hand in de wereld op het moment. Blijf vooral met elkaar in gesprek. Want als je met elkaar in gesprek bent en als je elkaar kent, dan scheelt dat toch heel veel wantrouwen en achterdocht. En dan kun je gezamenlijk ook optrekken om er samen een hele mooie samenleving van te maken. Nou, dat was een mooie kerstgedachte. Dank u. Graag gedaan.